moet iemand de schuld geven. Oh, verse wallride! Zo! Verse wallride! Holy shit! What the fuck was dat dan? Oké. Maakt het uit. Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een nieuwe Cops & Crooks episode. Ik ben hier vandaag met Vincent, Yannick en Milan. En we gaan er weer een leuke episode van maken. We gaan gewoon weer Cops & Crooks doen zoals we het eigenlijk altijd doen. En we beginnen gelijk met de game. We zitten hier zoals je ziet weer bij de Los Santos Customs. En Yannick die staat klaar in zijn Elegy, want hij gaat als eerste de boef zijn. En Yannick, ik zet wel even een waypoint op je. Dat hadden de kijkers aangeraden om te doen, zodat we beter kunnen weten wie we nou echt moeten hebben. Maar dat is toch niet eerlijk, want dan kun je het mij zien. Hey. Ja, dat doe je dan. Ik ben. Ja, hier, set bounty. Nee. Huppakee, zo voor 2000. Okay, zo, dan weten we wie we moeten hebben en dan weten de kijkers het ook. Ja. Want dan op de radar kunnen ze gewoon zien wie we moeten hebben. Nou, Yannick, je krijgt 10 seconden en veel succes. Ja, toch? Ja, want de kijkers die wisten dus niet, als er bijvoorbeeld 6 mensen waren, die wisten dan niet wie het nou was. 4. 3, 2, 1, go. And there we go! Ik heb al zo lang geen GTA meer gespeeld dat ik gewoon niet eens meer fatsoenlijk rechtdoor kan rijden. Bof hè, dat ik mijn yo-yo-yo niet mocht tossen, Roy. Wat zeg je nou? Bof hè, dat ik mijn yo-yo-yo niet mocht tossen. Ah, ja, helaas. Oh, vliegtijden. Nou, dit is weer mooi. Milan, ik hoop even dat je dat zag. Ben je al aan het vliegen? Nee, ik zeg het. Nee, ik zit ja, ik zit ja, 100 meter. Twee was tegen de pauw gebast. Had ze net niet uit, toen was hij tegen de pauw gebast. Nee, Roy was tegen de pauw gebast. Ik en ben Wilco. Ik ben Wilco. Ik ben Wilco. Mama, dat is echt. Volgens mij doet dat gewoon niemand. Want... Yannick, waar ga je helemaal heen, hè? Je hebt nog geen foutje gemaakt, hè? Ja, echt. Staken maar. Nou kijk, ik heb hem nu eindelijk in het zicht, dames en heren. Hij gaat de snelweg af. Hij gaat er niet op. Dan gaat hij links. Ja, hij is gebost. Man. Lekker. Boom! Dat is de Gwin. Oh, lekker. Gwin. Boffen. Ja, dat wist ik niet. Hey. Oeps. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Yannick, hoe vaak denk jij te ontsnappen deze episode? Ik denk dat je dat niet vaak gaat doen. Niet vaak. Niet vaak. Ja, Milan! Doe je ding! Komt ie aan hoor. 100.000 auto's aan de kant gebeukt. Oh shit! Oh. Ja, dat was ik. Dat was boffen. Nee, maar goed. Oké, okay, hier moet ik even tussen. Nou, dat weet ik. Oh mijn god, mijn auto stuurt niet meer goed. Nou, nu al niet? Zo, dat heb je even snel. Nee, hij heeft een afwijking naar links. Oh, dat is bof, hè? Vlieg er even Heb je tegen mijn auto aangebost? Auto aangebost? Oh shit. Heb je de paal gebost? Niet vaak. Oh, thanks. Niet vaak. Ik had het mooie links af. Oh mijn god. Oké, ik rijd nu al in de golfkar. Ja, dat ding stuurde niet scherp genoeg. Ik ga gewoon even driften. Oh, lekker. Hé, hey Nick, jij gaat vandaag echt... Niet vaak. ...ontsnappen. Ja, Wat denk je dat er op de stemmetjes hoort? Niet vaak! Oh. Was vaker aangesloten op een leugendetector. Jezus, echt een paal gebot. Fuck! Oké, naar links. Hey Finn, kan je hem even de beste geven? Tik je niet eens even om. Ja, echt hè? Ja. Op deze manier blijven we cruisen gaan. Geef ik hem een beuk en ik naai mezelf alleen maar eigenlijk. Dan rijdt de tank van de hand ofzo, want dan weet je het niet. Man, nee. Oh, lekker dat je tegen die auto aanbeukte, dat vond ik net. Wauw, wat een nerd. Oké, dan ga ik tegen het verkeer in. Ja, dat kan jij helemaal niet.
Hups. Lekker vol. Nee, nee, nee. Komt de muur lek? Nou, mooi. Ik ben naar beneden getoifd. Oh, nee, nee, nee. Milan, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Ik wil niet naar Vincent nog toe. Nee, ik deed ik niet. Maar dan. Yes! Ja, oké. Okay. Nou, Milan en ik zijn er vandoor. Boot op. Hoe kreeg je dat voor elkaar, hè, Milan? Dat vond ik gewoon knap. Ik wist het! Ik ging gewoon naar beneden. Hoe kan jij daar naar beneden, joh? Mooi, ik weet het ook nog voorop. Ik zit helemaal vast. Ja, hij is echt boven dit. Nou, tot ooit weer een keer. Ik zit. Wanneer gaan we Roy weer terugzien? Back in action. Fuck. Niet vaak. Oh, mijn auto heeft je reeds een afwijking naar links. Boot. Oh, daar heb je hem hoor, schijt. Ik ben Wilco. Boom! Hups, jongen. Frontaal op je neus. Oké, nou is het echt niet normaal. Nou kan ik helemaal niet meer sturen. Ja, ik had hem echt frontaal op zijn neus. Oh, hij gaat naar links. Hij gaat weer omhoog. Hij gaat weer in het spinnenweb des wegen. Boom! Potentie. Lekker, civilian. Ik ben echt bang dat jullie er weer af deden. Zo, ja, dat was echt even een partijtje kut, hè. Zo, ik vind vloog, het mooi hoor, met hey. Ja, joh, niet normaal. Ik denk dat ik stuur. Heel vrootijd. Oh, dat was net voorlangs gewoon. Zo was het. Jonas. Jullie zijn zo nep. Nee, versie, jij kan niet meer sturen. Versie zit gewoon te slaan om. Oké, daar werd je getost. Oké, die man op de scooter die heeft echt een kut leven nu. Die werd echt vol van de scooter afgetiefd. Welk leven bedoel je? Okay, ja, nerd! Oh, nou ben ik echt een het komt allemaal goed. zet hem klem! Dat had hij geluk. Nee! Yes, gaat goed. Je niks in huis. Hé, is Bas hier in Adriaan auto? Jezus. Met van die oogkoplampen. Ja, tegen de vrachtwagen aan. Oh ja. Zo! Nee. Ja, ik sta nu mooi klem. Ik sta mooi te klem. Nou, dit is mooi. Nou. Oh, wat ziek. Ik zie helemaal niet meer wat hier allemaal aan de hand is. Ik snap het allemaal niet meer. Ja. Mooie activiteit. Thanks, Vin. Ja, help mij ook even dan. Zo. Ik kan niet van de muur af. Ik kan niet meer sturen, kijk. Oh wat ziek, houd je me, oh je bent zo leerd. Oh, Milo, jij hebt echt een spoor van vernieling dat je achterlaat. Dat mooi. Ga dude, die oude aan de kallen. Nee! Helemaal mooi. Hey, en door. Hey, Yannick, hoe vaak kan jij nog sturen met je auto? Ja, niet. Niet vaak. Niet vaak! Zo, ik heb een Tindermatch. Oh, ja. Mm, netjes. Zou blondje, zo goed kijken. Oh! Au. Sorry meneer, op de stoep. Maar ik kan best wel lekker slalommen nog, let's you. Nou meneer, er komt een einde aan uw avontuur. Oh, die was echt vies, ja, die bos nog tegen die auto aan. Wat gebeurde hier? Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt, joh. Ga je naar boven. Anyway, ik wel. Dat zou ik niet snappen hoe lang hij het zo... Hoe hij het zo lang vol kan houden met zo'n scheidgolfkarretje. En door. Oh, wat zie je. Kijk zo. Dat was het beste. Ik wil dat hij niet meer kan rijden. Dat hij mooi dat ik politie achter me aan heb. Ja, geef hem er eens nog eentje zo heen. Ja, dat vind ik ook mooi. Alsjeblieft. Ja. Ik hou je wel recht. Oh, hij rijdt over me heen! Hey. Ik corrigeer je, rustig. Ja, sta je. Ja, ik kan gewoon geen bochten meer maken. Kijk, maar deze. There you go, Roy. Ik moet echt helemaal afremmen, anders kan ik gewoon niet sturen. Milan, stop met neus. Wat is er nou, jongen? Dat gaat toch goed? Wow. Let's go. Wat vond toch goed? Gaat toch goed? Oh, brandweermodus. Zo, dat was het beste. Ja, nah. Ja, ik lig op de snelweg. Hoe gaat je auto nog vooruit, Yannick? Echt bouwt op. Ja, lekker. Milan, nu gaan we van de streetjes. Ik kan helemaal niks zien. Ja, stop.
Oh, wat een fin nodig als die er was. Was die done geweest. Oh, oh mijn god. Dat autootje is echt wel zo klein geworden. Ja, nu moet hij, nu moet hij, nu moet hij, nu moet hij. Oh shit. Oh mijn god, hij komt ook gewoon weer de snelweg op. Het is ongelooflijk. Nou, nou, dit is mooi. Nou, dames en heren, dit was mooi. En nu lig ik op mijn kop. Dit was mooi. Ja, jullie hebben het gezien. Dit was mooi. Nou. Wat? Gaat hier omhoog? Ik denk het wel, hè? Nee, ja. Oké. Okay. Oh, shit. Dan ga ik weer naar beneden. Ah, dat moet man, Milan. Je hey. Tegen die auto. Hij rijdt zeker weer tegen het verkeer in ofzo, die bout. Ja. Gaat links naar boven. Ja, ben ik. Ik ben helemaal tering, man. Ik zag het proberen. Hey. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh, man. Nee! Oh, hey, je bent er. Oh, my hey, boys. Ik mag toch gewoon okay. Oh, op de straat, of niet? Natuurlijk ja, mag je niet uit van de straat pakken. Oh, wauw. Als jij daar tijd voor hebt. Waar ik nou geland ben? Hier kom ik niet meer uit. Hij probeert het, hij probeert het, hij probeert het! Oh mijn god, hij heeft gewoon een nieuwe auto. Oh my days. Maar dat ding gaat als het goed is wel veel trager. Dus daar moeten we ons voordeel uit halen. Nou, Milan, geef hem eentje. Even eentje gewoon. Ik zit even in de riool. Oh, maar je niet. Jij hebt het nog nooit zo lang volgehouden, hè? Oh, dat is echt vreselijk. Maar hij is wel een stuk sterker dan die Allegie, dat scheelt dan wel weer. Oh, we moeten gewoon het water in beuken vinden, hier is water. Nou ja, dan rijd ik het dadelijk nog eerder zelf in dan dat ik hem erin beuk. Ah joh, boeien, maar, dus, je auto sloom. Kost toch niks. Milan, komt u ook nog eens? Ja, yeah, ik kom eraan. Ik kan jullie tegen me bewegen, want Vin en ik hebben hem gewoon in een soort van spantrap. Hij kan gewoon nergens heen. Hij kan niet eens vooruit. Oh, kijk, man, hij staat hier maar een beetje. Oh, wat ziek! Ja, één, blijf staan, blijf staan, twee. Blijf staan. Oh, jongen. Oh, zijn auto. Kijk, zijn auto, gast. Holy motherfucking shit. Rustig op het dak. Hoe de fuck kon je daar niet vanuit balans raken? Dat was mooi. Ja, dat ding weegt 100 kilo. 100.000 kilo. Oh, thanks Roy. Lekker. Oh, Milan, doe even normaal. Doe! Ja, ik ga de berg in. Ik ga even duinen beklimmen. En we gaan weer door. Sure. Oké, we gaan verder. Inderdaad. Nou, Milan best mooi. Ah, hij ligt naar beneden nu. Ik heb alle vuilnisbakken even omgesodemieterd. Vuilnis kan opgehaald worden hoor. Oh, jij gaat even vliegen. Nou, dat is ook helemaal prima. Oh, ik mis je Niek gewoon. Hey, Speta. Dacht dat er zoveel in was. Nou, het gaat wel goed, Niek, deze episode. Ik kies ook wel een auto om uit te pakken hoor. Oh, sorry. Goh, man. Om uit te pakken, dat was een hele mooie zin. Ja, jij kiest ook wel echt een auto Jezus. Om uit te pakken. Ik kies ook echt wel een auto uit. Oh. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Oh, dat lekker, lekker, lekker. Oh, nee. Nu is hij echt kapot. Oké, ja. Kijk dat ding, alsjeblieft. Ik zet hem nu al tegen de boom aan. Ah. Holy mother of fucking scheid. Kijk zijn auto. Hoe kan dit? Hoe kan dat ding nog rijden? Oh, police brilliance. Oh, maar god, wat zijn wij aan het kloten. Ah, ik heb politie. Hoe lang heb je het nou al volgehouden? Ik kan het zien trouwens aan mijn opnametijd. We zitten gewoon op 14 minuten. Nou, dat boft. In. Up, aan de kant. Ups. Oh, weer de verkeerde. Nu moet je okay, weer, nou nu moet je weer. Mee. Ja, nou moeten nou we weer. Nou kan niet meer optrekken. Mooi, nou is hij klaar. Ja, nou staat hij klaar. Ja, nee. ja. Spit door. Beukenbom. Als je hem killt, mag je hem zijn, hè? Je dacht dat het zo werkt. Wie kill maakt, die is hem. Oh, ja, dus Milan heeft hem gekillt. Nee. En dat betekent dus dat Milan een iets in de volgende ronde. We zien jullie zo terug wanneer we bij de Los Santos Custom staan. Tot zo.
Oké, beste kijkers, zoals jullie kunnen zien staan we er weer klaar voor. De bounty is net even gezet op Milan door Vincent. En ja, Milan, je mag van mij wegrijden. Ik rijd trouwens in de e-shirtjes van Yannick. Dus voor het geval je denkt van, wat heb jij met je e-shirtjes gedaan? Wat heb jij voor clownauto gedaan? Die is van Bout. 3, 2, 1 en let's schrikken, joling. Hey boys, jullie moeten een beuk uitdelen, want ik rijd dus in een e-shirtje. Oké. Moet ik je een beuk uitdelen? Zeg je dat nou? Hij is tegen de paal gebast. Goeie Finn. Oké, deze auto is echt scheid. Tegen de boom gebast. Tegen de boom gebast. Oké, mooi auto. Too much Wilco in this video. Hey, wordt er gebeld door Simeon, zullen we dat even niet doen? Ik vlieg weer over de welbekende lantaarnpaal. Hoe wil ik hier? Ja, vers Julian, nou bouwt je ook even op. Ja boys, jullie moeten hem wel beuken om mij damage te kunnen laten doen, hè? Zo werkt het nou helemaal. Ja, ik ben meer van het flanken op dit spel. Oh, niche. Hij is de studio. Deze auto is gaan gewoon te snel. Hij zit in de studio's door die slagboom, weet je wel. Weet er wel of nee? Weet er wel. En dan gaat hij rechtsaf. Mooi. Hij moest eigenlijk voorrang verlenen, maar ja, ik heb het bord even omgebeukt. Ja, even met mijn beste. Oh. Ja, heb je hem? Ja, maar hij kwam weer perfect omgedraaid. Oh, of dat is jammer. Oh shit. Ja, we hebben hem wel. We zien hem in ieder geval wel. Weet je, dat is ook wat waard, toch? Ja, rechts. Joep. Hop. Hop, 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 hop. Links, links. Ja. Ik ben toch flawless aan het rijden. Moet ik zeggen. Ik was tegen de bron gebast. Beukte ik je daar nou in of deed je dat zelf gewoon? Nou, hij ging aan de kant van jou, maar toen zag ik de boom niet, zeg maar. Ah, oké. Okay. Hij gaat naar links. Hoe kan ik nou de hele tijd achter hem rijden, terwijl ik in een fucking insurgent rijd? Bijna nou, rijd. Dat ik tegen elke fucking lantaarnpaal die jij ombeukt, gewoon 300 meter terug moet liggen. Nou, civilian, nou ben ik helemaal klaar met naar buiten op. Hij gaat weer naar beneden, hoor. Nou, vliegen. Jong. Nee, ging weer een verkeersbord. Ja, ik voel dat de camera op mijn auto heel laag staat. Zo skiet het niet op, hè? Nou, dat is Finn, mooi. Gaat hij naar rechts? Naar rechts, hè? Wij moeten hem gewoon... Ja, jij moet er gewoon even één keer uit balans brengen. Even stilstaan en dan moet ik er vol. Dat is de bedoeling. Dat is de gameplan. For today. Oh, hij neemt de Chinese jump. Oh jee. Oh! Meestal kom je dan helemaal kak neer. Ja, hij komt ook echt helemaal scheid, of niet? Meestal ja, maar ja. Zit hij daar vast? Ja, hij zit daar vast. Ik ken die plek. Je moet uitstappen. Volgens mij kun je daar wel uit. Nou ja, het is volgens mij niet. Hij stapt al uit. Oh, ik heb mijn beste beuk gegeven. Hij zit hier beneden te kutten nu. Ja, okay. Dit is zo kut. Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Dit is zo net. Hij zit bij het water, hij zit bij het water. Hij gaat weer terug. Hij gaat over het muurtje heen. Ja, ik kan niet aan niks. Keihard op. Oh, hij gaat zwemmen. Ik moet toch ergens een auto vinden. Hij zwemt in de water. Lekker eruit, hoor. En wel, jij kan er nou ook niet uit, hè, Stinky. Jawel, hier zo kun je eruit. ik heb hem het water ingebeukt. Ja, ik kan helemaal niks. Waar is überhaupt de weg? De chase is nu real, mofo. Ja. Hey, er kwam een auto voorbij, of niet? Yep. Zie je mijn auto niet hier zo? Weg. Dit is zo cool. Sjoe. Ja, pak hem! Ik heb helemaal niks, ja, die ben ik dan. Ja! Ik heb nooit die stunt moeten nemen. Dat was een snelle, hè? Dat was een snelle. Milan, je bent echt fout. Oké, dan zeg ik stel voor dat we nog één keer Kopse Cruise, nog één keer dingen gaan doen. Dan ben ik er wel als laatste. Gaan we even kijken hoe lang we het volhouden. In ieder geval zien jullie zo wanneer de docenten als Gustav staan. Tot zo.
Oké, beste kijkers, we staan weer allemaal klaar bij de Los Santos Customs. En Yannick heeft zojuist iets onverwachts gedaan. Hij heeft een bounty van 9000 op me gezet. Dus ik denk dat iedereen nu wel heel erg graag mij wil killen. Dus ik denk dat het nu ook een stuk wel, ja, toch wel moeilijker gaat worden. Ja, Beukman is alvast even iets. Snatch, snatch, snatch. Oké, nou, ik ga er vandoor en succes ermee. 1, 2, 3, 4, 5, 19. Ja, ga maar achterhalen. Niks ervan. Ja. Oorlog. Ups. Geld. Geld. Dat deed je even lekker. Hoe is het, Mike? Oh, auto. Wauw. Okay. Nee, dit ik vind doe ik inderdaad de Mike. Nou, hoe vaak doe ik de Mike? Hij is hier naar rechts. Oké, nu houden we er mee op. Kut, als je er weer snel is. Oh, god, geweldig. Oké, ik weet niet waar ik helemaal heen ga, joh. Ik heb helemaal geen idee. Wat ben ik allemaal aan het doen, joh? Normaal doen, hoor. Oké. Normaal doen, hoor. Hey, we zitten in het spinnenweb des wegen. Godver, ik zit weer helemaal vast hier, joh. Dat is wel netjes, natuurlijk. Zijn we allemaal kwijt. Het is echt heerlijk. Oh, lekker tegen scheur en beuken. Lekker gooi, lekker, dan lekker. Dan zit ik weer lekker op mijn minimap te kijken. En rijd ik een paar aan die er niet uit kan. Oh. Finn found me. Yeah. He found me. Stille, he found jongen. My ass. Godver, wat kutweg is dat? Ik heb het onder de kloten. Yes, thanks! Thanks, Philian, holy shit! Die heeft echt zwaar geholpen, gewoon. Oh man. Hier even links de Oko om. Ja, godverzeker dat de verkeerde. Ik snap helemaal niks van de snelwegen ziet hij. Ja, ik ga er wel vanaf, want dit is ook echt fucking gay. Wacht, waar kan ik. Oh shit! Nou, mooi, Len. Wat was heel goed. Snel omhoog. Sivillian, help me. Help me in deze bittere strijd. Ja, staat hij hier met z'n R.A. Thanks. Oh, lekker niet. Oh. Laat mij maar even voorbij gaan. Wow. Laat mij maar even passeren. Dit ding stuurt fucking in een meter, Finn. Oh, je niet flotseert op die reling, hè, Roy. Ik zou het, ja. Dit gebeurde dus straks misschien hetzelfde met Finn. Ik wil ontwikkelen ook op perfect zo. Oh, ik heb zo een boef was. Toen riep hij zo volgens af, toen wist hij hem ook. Met zo'n nerd, Roy, met zo'n nerd. Hoezo is Finn nerd? Ja, net gebeurde precies hetzelfde toen ik boef was. Toen miste hij hem ook volledig. Waar ga je heen? Persoon miste hem volledig. Waar ga je heen? Ik bedoelde gewoon dat je over de fucking railing vloog. Ja, oh, Boffa. Hij reed helemaal tegen de muur aan. Boffa Sivillian. Ja, snatch, nou. Snatch. Ja, toen ging ik naar de muur toe, maar toen ontweek hij me net. Dus toen miste ik volledig alles, zeg maar. Je bent gewoon scheid. Stink Sand. Ze noemen jou ook wel eens Stink Sand, of nee? Ja, denk. Nou, Roy, kom maar naar beneden. Schud, ik ben wel die andere kant, goed? Mooi, Michael. Nee, thanks, man. Dat hielp echt. Dat hielp echt. Niet vaak. Niet vaak! Ja, jongen, Finn! Je moest schokken, hè? Nee, ik stond gewoon te wachten welke kant jij ging. Oh, heerlijk. We gaan even deze kant op. Dan gaan we even een jumpje nemen, of toch niet? Upsakee. Dat was dood, toch? Zeker niet. Maar was dit hier voorheen niet dicht? Nee, ik wist dat het open was. Zo, hupsakee. Gaan we nog kleren kopen of gaan we een lantaarnpaal, jongen? Dan rijden we wel effies door. Een lantaarnpaal vallen lekker om. Zo, gaan we hier effies naar rechts. Kijk, dat gaan we niet te lang doen, maar wel effies. Milan, de bouw ik nou eens op, jongen. Kom maar. Oh, zit er lekker te duwen, want ik heb bijna tegen de paal gepast. Even alle hond. Mooi dat ik zo lekker op mijn kop vlieg en zo. Ja, nerd! Oh, oh, wat ziek. Hij denkt verkeerd. Bouten met je eraan. Holy shit. Oh mijn god.
Vincent, zet, zet. Je kan gewoon lekker niet draaien. Vincent, het is uitgevallen op zijn controller. 1 van 2. Raadje ging even los. Oh, ga me niet vertellen dat ik weer de verkeerde verpakt. Oh ja, tuurlijk. Jongen. Zit hij nou onder of beneden? Ja, hij heeft ook wel echt helemaal niks van. Oh, die was trouwens wel mooi. Onder of beneden. Uniek rijdt boven of beneden. Oh, Uniek rijdt echt poep. Ik heb er even langs vliegen. Ook wel mooi. Ja, ik weet gewoon niet hoe ik daar moet komen. Kan ik niet gewoon hier overheen rijden? Ja, dat gaat even niet. Oh, dit is wel scon. Dat ik hier weg kan. Ja. Zou je een meteor ride graag maken? Bout nou ook gewoon op. Nou, bout je op, Vincent. Nou, bout je op. Ah, Milan, ja, die bout mij ook in die ding. Beuk me eens over die rails heen. Ja, kom. Ik weet dat jij dacht. Oh, ja! Als je dat was gelukt, was ik doen. Oh. Als je weer mijn eentje klem had gezet, dan was ik echt zo doen. Chalas. Ah, maakt niet uit of je nou die kant pak of die kant pak. Helemaal goed. Oh, verse lancering. Milan. Oh mijn god, dit is geweldig. Oh shit. Mooie teammates heb ik weer. Oh wauw. Oh mijn god. Hé, hey, Nick, ik heb jou ook al een tijdje niet meer gezien. Nick is toch even aan het rijden. Mooi cruise. Even tafel te rieren. Nou, iemand is keihard geflasht. Ja, ging hier gewoon eruit. Die auto stuurt ook gewoon amper. Boys. Yannick, kom eens even helpen met je bakkoe. Ja, wacht maar. Straks neem ik. Dankjewel, Milan. Ja, geef mij ook het schild. Zo mooi makkelijk. Ja, ik rem me, jij een punkbom. Ja, ga je weer! Ja, vind je godverdomme, wat doe je nou? Rij achteruit tegen me aan. Dat je niet. Oh, had ik je geflasht of niet? Wie had ik niet geflasht? Iemand ging er vanaf. Oh, wat heerlijk. Mooi dat jouw Alec hier gewoon blijft staan terwijl ik duw met die insurgent. Ik dacht dat je niet op road mocht. Oh, maar dit soort weggetjes zit hier de hele tijd al. Oh, dat moet je. Gast, off-road is als je echt gewoon in het gras gaat rijden de hele tijd. Dit is niet off-road. Als je 1 seconde wegje neemt om bij een andere weg te kunnen komen. Oh my god. Oh Milan. Oh, remmen doen het goed op het spel. Ja, Milan die zit me met helemaal te bouten en was ik weer tegen de pauw gebast. Heerlijk! En wegwezen en hebben. Oké, okay, gaan we hier van beneden. Oh shit, dat is niet handig. Hier heb je die bruggetjes met water. Oh crap. Oh shit. Oh, ik weet helemaal niet. Oh, dit kan helemaal niet. Oh mijn god, ik kom er gewoon nog tussendoor ook. Oh, het is vreselijk. And I'm gone again. Let's go. Verste geen of rood. Verste dus geen of rood. Die was dan niet eens helemaal met z'n auto. Oh, jij zit zwart te cheaten, jongen. Ja, toch? Dit is toch geen fucking weg? Oh shit! Oh, gaat goed. Oh yes. Ja, fijn. Ja, versie. Oh, je wil hem even klem zetten tussen die paal. Nou, Yannick blijft staan. Ja, nerd. Fijn. Versie, Yannick blijft staan, dan beukt hij me gewoon weg. Hop.
moet iemand de schuld geven. Oh, verse wallride! Zo! Verse wallride! Holy shit! What the fuck was dat dan? Oké. Maakt het uit. Fuck nice. Milan, jij bent echt zo nicht, niet normaal. je duwt me gewoon tegen die boom, maar. Godverdomme. Milan, kom tegen. Oh. Tegen de boom gebost. Oh. Ja, pak hem nou eens. Tegen die uniek gebost. Milan, jij bent zo nep, je bent echt, echt nep. Niet te hard nu, naar voren. Ja. Goed gedaan. 3, 2, 1. Gaat in die kant. Wauw. Zo sfeer dat je uitstapte. Ik reed serieus achteruit omdat hij uitstapte. Oh echt? Ja. Oh, wacht. Ja, dan is het. Ja, dan had ik echt wel 1000 seconden stil te staan. Okay, ja, laten we dan ook wel even uitstappen. Ja, nee, doen we normaal toch ook niet? Nou, boffen. Ik weet niet waar je bent. Jij doet hij wel vast nu. Ik wil die 9k! Ah. Oh ja, 9k, goed zo, zeg maar. Ja, Yannick heeft hem zelf al gekregen. Oh mijn god. Nou, in ieder geval, beste kijkers, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk, dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het gedaan hebt. Oh, ik word gelijk weer even overreden door Milan. Check mijn social media staan in de beschrijving, Instagram en Twitter. En dan check ik je weer in de volgende video. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken en peace!